Goedemorgen. Vandaag Day in the Life in Dubai. Kom verder. Normaal gesproken is dat intro- of educatievideootjes en dat soort dingen. Maar vandaag gaan we even een dagje met camera. Gaan we eventjes door mijn dag heen lopen. We zijn nu in Dubai. Ik kom hier eigenlijk een paar maanden per jaar om wat dingen te regelen. Ik ben voornamelijk nu eigenlijk aan het kijken om of ik hier zo naartoe kan verhuizen. Dus mijn residentie hier kan hebben. Dat wil niet zeggen dat ik hier ook het hele jaar ga wonen. Waarschijnlijk een beetje half-half. Dus ik ben aan het kijken of ik dat er doorheen kan krijgen. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden waarom we hier zitten. Plus een hele hoop vrienden van mij zijn hier zo. Dus die kan ik dan ook meeten. En volgens ook nog wat projecten waar we mee bezig zijn. Maar eventueel later daar nog wat meer over. We zijn nu in Waldorf. Het is het finance center van... Wat is in het finance center van Dubai. Dus echt een super vette plek. Een beetje uitgeslapen vandaag. Wat ik normaal gesproken doe is dus gewoon een koffietje. En daarna gewoon lekker sporten. Dus ik ga vrijwel direct sporten. Ik heb net altijd een klein beetje wat werk gedaan. Dus ik neem ook eigenlijk altijd als ik ergens heen ga, neem ik altijd mijn schermen eigenlijk mee. En de reden waarom dat is, is voor de mensen die mij niet kennen. Maar ik trade. Dus ik trade de aandelen, crypto, opties. En waarom Dubai? Kijk, heel veel mensen zeggen van het is gewoon een zandbak. Wat enigszins ook wel is, maar het is wel een hele comfortabele zandbak. Want er is hier alles. Je kan alles doen. Je kan heel veel mensen meeten die ook like-minded zijn. Er zijn heel veel entrepreneurs. Er zijn heel veel mensen die hier voor business zijn. De hoeveelheid traders die hier zitten is abnormaal. De hoeveel crypto mensen hier zitten is abnormaal. Daar heb je NFT-gasten, je hebt alles. We lopen nu eigenlijk zo het hotel uit, maar in het hotel zit een hele mooie horlogezaak. Even kijken. Ze ligt hier zo, die in dat kistje ligt, die Patek. Dat is echt een van mijn favoriete watches die ik dus nog niet heb. Maar wel heel erg te overwegen ben om aan te schaffen. Maar retailprijs is eigenlijk helemaal niet zo heel duur eigenlijk. Het is een luxury watch natuurlijk, maar de retailprijs ligt echt tussen de 30.000 en 35.000. $. En ondertussen zeg maar de verkoopprijs van deze, toevallig gisteren heel eventjes gevraagd, van $200.000. Niet om te zeggen van oké, dat is zo cool dat hij zo hard is gestegen, maar het zijn wel echt hele goede beleggingen. Een van de redenen waarom ik heel erg geïnteresseerd ben in deze is omdat het een hele goede belegging is. Dus er gaan geruchten rond dat ze gaan stoppen met het maken van deze. Het is nog niet officieel naar buiten gebracht dat het daadwerkelijk ook zo is. Maar je kan je voorstellen, als dat zo is, dan is het een hele mooie trade. We zijn beneden voor het eten, omdat we te laat waren voor het breakfast hotel, of hotel breakfast. Dus even een juice, een koffie en wat eten. Niet te doen eigenlijk als je... Ik ben eigenlijk helemaal niet van laat naar bed en laat opstaan, maar hier zo is het gewoon, je leven is, het is echt andersom leven zeg maar. En sowieso, ik heb best wel te maken nu met, sowieso met de Nederlandse tijdzone. Ja, dus met educatie, business, daar hebben we natuurlijk veel met Nederland te maken. Dus dan loop je natuurlijk al 3 uur voor. Dan het traden zelf, dat is natuurlijk met de Amerikaanse markt. Dus dat loopt ook een beetje, het is nog wel te doen. En dan hebben we ook nog wat andere projecten lopen met Amerikanen. Dus dan moet je met hun communiceren. En dan is het hier eigenlijk al avond. Dus breakfast zitten we in. We gaan zo eventjes met een vriend van mij gaan we naar... de andere kant van Dubai gaan we kijken naar appartementen. Als het goed is hebben we een appartement dat we kunnen bekijken. En in hetzelfde gebouw hebben we ook een penthouse wat we kunnen bekijken. Dus ik hoop dat we kunnen filmen. Want hier in Dubai vinden ze het echt niet chill als je met een camera rondloopt. Dus we gaan proberen te filmen, maar er is een kans dat het een beetje rommelig wordt. We gaan ons best doen. We gaan dus nu eventjes naar de andere kant van Dubai. Kijken naar appartementen en er ligt een penthouse. We zijn in JBR, dus dat is totaal aan de andere kant van waar we zojuist waren. We waren eerst in meer een business center, finance center. En hier is het iets meer toeristisch, dus het is ook echt aan het strand. Maar wel heel mooi, heel veel cafeetjes, restaurants, mooie appartementen. We zijn nu in Sonder en dat zijn gewoon service apartments. Kijken of het kapot duur. We gaan kijken zo bij het penthouse. Even kijken of dat het is. En dan kijken wat het kost.
En dan als het een beetje acceptabel is, dan boeken we. Wat is acceptabel? Ja, we zijn in Dubai, dus het is allemaal net wat duurder dan dat je misschien in Nederland gewend bent. Maar ik moet eerst de penthouse nog zien. Maar ik denk als je een maandje hier zit, dat je 20.000 euro hier waarschijnlijk niet zomaar 1, 2, 3 terug. Dit is een appartement, I think. Nee, dus wat verwarring zeg maar. Nu zijn we in een appartement, wat overigens ook heel dik is hoor, maar penthouse is ook dik. Oké, we zijn dus nu wel in een penthouse, alleen de indeling is net even anders dan dat je zou verwachten, maar het is wel echt heel dik. Als je kijkt naar de view. Kijk naar de kamers. How many bedrooms is this one? This 4 plus 2. Ik vind het wel echt vet. Hij is echt groot en genoeg ruimte om lekker te werken. Om de schermen mee te nemen en gewoon op tafel te zetten. Dus ik denk dat we hier wel mee uit de voeten komen. Oh joh, het is wel een hele keuken hier dan. Ik heb hier ook nog een keuken. Ja, hier, de living room is toch beter? Ik vind het beter, man. Oké. Okay. Maar is het een beetje voor de foto's? Kunnen we ermee wegkomen? Ja, de voorkeur gaat uit naar deze. En de living room is gewoon groter. Dus we kunnen hier met meer mensen tegelijkertijd zijn. We gaan even kijken of we deze kunnen boeken. Ja, we wachten nu eventjes op, er is nog één room die we kunnen bekijken. Maar ja, dan wachten we op of we daarin kunnen om het even te bekijken. En dan maken we een beslissing, maar het is best wel lastig, want we willen voor een lange periode huren. Alleen, het is blijkbaar super druk. En het is lastig om hetzelfde appartement voor een lange tijd te huren. Dus moeten we een paar keer tussendoor verhuizen. Deze is verder. Dus alleen de vraag, kunnen we hem huren voor de hele periode. Er zijn verschillende appartementen beschikbaar, maar niet hetzelfde appartement gedurende de hele periode. Dus we moeten nu losse appartementen gaan huren en dan tussendoor verhuizen van appartement naar appartement. Dit is wat het is. Het is een van de betere locaties, een van de betere appartementen. We gaan even naar een café, even eten en dan gaan we hem dan boeken. Dan weten we wat het kost, dan weten we hoe vaak we moeten verhuizen. En dan geven we een klap op. Ja, dit is de 720. Ja. Ik heb de 75. Deze is echt gek hoor. Deze is echt een bootje hoog. Hij zegt dat de markt wel een beetje overgeheerd is. Is dat ook? Ja. Maar ja, is dat het? Is dat het? Ja, is hetzelfde met alles. Absoluut. Mijn neef die zit ook best wel diep in de horloges. Dus ik heb gevraagd van over die Patek, wat vind je daar nou van? En wat is de goedkoopste die jij kan krijgen in de, niet retail, maar gewoon op de huidige markt. Dus hij zegt, ja, het is best een beetje, de prijzen zijn een beetje opgeblazen of oververhit. En dat is ook wel zo, maar hoe lang blijft dat nog? Dus als je hem nu koopt en de markt blijft oververhit, voor hetzelfde geld stijgt hij binnen een jaar nog 20%, 30%, 40%. Wat maakt het dan nog uit, zeg maar, dat jij hem een half jaar geleden in een oververhitte markt, 2 jaar geleden was de markt ook oververhit. Dus het is een beetje lastig met dat soort dingen. Kijk even naar de aandelenmarkt. Hoe lang zeggen mensen al dat de markt oververhit is? Maar als je aan de zijlijn had gezeten, had je een hele hoop gains misgelopen. Nou ja, tot nu toe lijkt de prijs die ze daar vragen, lijkt nog wel enigszins een goede deal te zijn. Dus ik zit wel heel erg te overwegen om het te doen. En dan opnieuw weer, het is een asset, hè? Dus het is niet zeg maar van oké, we kopen iets en het daalt in waarde. En, nee, je koopt een luxe object wat als het goed is, in waarde blijft stijgen, waar je plezier van kan hebben een aantal jaar. Mocht je hem weg willen of moeten doen, dan kan dat. Dan kan je hem heel snel weer liquid maken. En het is ook wel een beetje met die dingen, het is natuurlijk niet zo, je moet je hele vermogen in een horloge zetten. Dat is niet wat ik hier probeer te vertellen. Maar als jij een deel van je vermogen in echt harde, tastbare assets kan plaatsen, dan, ik voel me daar goed bij, zeg maar. We zitten nu in de Noodle House, omdat deze meneer wil aangeven dat het supergoed eten is. Unlimited ijsthee. 2 dirham betaald voor unlimited ijsthee. We gaan nu gewoon, we moeten met minimaal 5 van die dingen op slurpen. Ja, ja, heerlijk. Een deel is geboekt. Dus een deel van de maand hebben we nu een appartement. Alleen het andere deel nog niet. Dus we hebben net geboekt. En we gaan nu even kijken of het goed is gegaan. En dan gaan we terug naar Waldorf. Terug naar het hotel. We gaan nu terug naar Waldorf. We kunnen even meeten met Jordi. Even snel een paar dingen doornemen.
En dan begint eigenlijk de werkdag voor mij, want dan moet ik mijn trainingssessie gaan voorbereiden. Ik heb best wel wat meetings staan, online meetings. En nu zie je eigenlijk, omdat met het tijdsverschil, dat we overdag eigenlijk niet zo heel veel te doen hebben qua werkzaamheden. We gaan nu even naar het dakterras, want daar zit Jordi. Jordi is vriend en business partner. Ja, daar werk ik heel veel samen mee. En ik heb hem toen de tijd eigenlijk leren traden. Ja, dat is een goede vraag. Ik moet toch eens na gaan denken hoe ik dit in twee zinnen kan vertellen wat ik doe voor werken. Wat ik eigenlijk doe als ik werk. Wat doe ik als ik werk? Dat is echt een hele vervelende vraag. Wat doe je nou als je werkt? Ik heb een visie als ik werk. Visie? Visie, ja. Ik voer mijn visie uit. Wel even voor de duidelijkheid, we zijn gewoon nuchter ook, hè. Ja, ik voer vooral mijn passie uit. Ja. En mijn passie is mijn visie uitvoeren. Van wat doe je nou eigenlijk voor werk? Maar het meest gewoon simpel antwoord voor ons gewoon treden. Dat is het klaar. Dan kun je alles eromheen wel gaan uitzitten leggen. Treden zelf kost eigenlijk helemaal niet zoveel tijd per dag. Ik weet niet zoveel tijd al kwijt. Fulltime 1000 pot. Ik denk dat we hem daarop moeten houden. Ja? En als nou in de volgende. Wat doet een fulltime? Ja, treden. Ja, treden. Alle educatiedingen die we eromheen doen en mensen helpen om in hetzelfde vak te stappen. En allerlei andere dingen. Ja. Oké, we zijn weer terug in het hotel. Het is nu 6 uur, dus dat betekent 3 uur Nederlandse tijd in Nederland. En over een half uurtje gaat de beurs open, de Amerikaanse beurs. Ik trade vaak de eerste 1,5 uur van de Amerikaanse beurs. Dat hoeft niet, dat is gewoon echt een keuze die ik zelf maak. Ik heb in het verleden wel echt de volledige beurs getrade. Van open tot sluit, maar ik heb er nu voor gekozen om gewoon 1,5 tot 2 uur te traden vanaf market open. Ik heb zelf gemerkt als ik langer blijf plakken, dat ik niet per direct meer ga verdienen. Dus dat was de keuze in feite snel gemaakt. Dus we gaan nu eventjes voorbereiden. Dus ik loop door mijn vaste groepje aandelen heen. Dus mijn vaste groepje aandelen zijn bijvoorbeeld Microsoft, Apple, Nvidia, AMD. Dat zijn eigenlijk de aandelen die ik dagelijks in de gaten hou. Ook Tesla bijvoorbeeld. Dus ik ga kijken waar die aandelen nu traden, welke prijsniveaus. Ik ga kijken welke prijsniveaus ze eventueel naartoe kunnen traden. Want wat ik doe is, ik plaats dus mijn buy en mijn sell zones. Dat zijn gewoon levels in de grafiek. En op het moment dat het aandeel vanaf de markt open daar dus in komt, in een van die zones, dan koop of verkoop ik het aandeel. Dus het is echt gewoon, je doet je analyse, je kijkt waar die buy en sell zones zitten. Of steun- of weerstandlijnen. Ja, en dan is het gewoon afwachten tot het aandeel daarin komt. Dat is de kwestie van aandeel kopen. En dan ervan uitgaan dat hij de juiste kant op gaat. En over het algemeen gaat hij vaker wel de juiste kant op dan niet. En op die manier verdienen we geld. Dat zijn eigenlijk de zones van de S&P 500. Waarom is de S&P 500 belangrijk? Is omdat deze, voor een groot, de aandelen die hierin zitten, voor een groot deel de richting van de markt bepalen. Dus als dit ding naar beneden treedt, dan is een grote kans dat dus eigenlijk een groot deel van de markt is ook naar beneden treedt. Dus dit is een beetje de guideline voor de richting van de markt. Dus dat is de S&P 500. Ik heb eigenlijk de belangrijkste levels nu al geplaatst. We kunnen even kijken op een lager tijdframe. Ja, er zit hier op zich nogal wat. Je ziet hier de piek hier, piek hier, piek hier. Dus dit is meer eigenlijk een zone zo. Ik trade zelf de S&P 500 niet heel vaak. Het is meer een indicator voor wat betreft de richting. Dus gaan we door naar de volgende. Gaan we gewoon kijken naar Apple. Dat is de situatie op Apple. Gewoon even de meest overduidelijke levels plaatsen. Kijken even naar een lager tijdframe, bijvoorbeeld de uren of de 15. De uren komt wel aardig overeen met de dagelijkse grafiek. Dus we hebben hier nog een zone. Even kijken die misschien beter zicht. Kijk, op de 15 minuten zien we hier highs, hier lows. Zeker wel een level. Zo, hier ook. Dus zo ga ik eigenlijk alle aandelen af. Die ik in de gaten wil houden. En dan is het eigenlijk een kwestie van op het moment dat de markt open gaat, wachten tot het aandeel in een van die lage zones komt om te kopen. Of even omhoog treedt en dan om te shorten in die hoge zones terug naar beneden. Dus dat is eigenlijk wat je doet als trader. Dus de kwestie van wachten zo meteen. Voorbereiding zit erop. Dus we weten precies waar onze buy en sell levels liggen voor Microsoft,
Apple, AMD, Facebook en Nvidia. Nou is het zo van ja, als het aandeel dus niet in die zones komt, dan heb ik dus zelf ook niks te doen. Dus het is gewoon een kwestie van wachten tot die aandelen in die zones komen. Het kan ook best wel voorkomen dat het heel de dag niet gebeurt. Of in ieder geval niet in die anderhalf uur tot twee uur dat ik aan het traden ben. Als dat zo is, dan is er geen trade. Als ze wel in de zones komen, dan ga ik kijken om een trade te nemen. En ervan uitgaan natuurlijk dat hij in de juiste richting is. Maar het is en blijft traden. We zijn ongeveer 50% van de tijd hebben we gelijk. De andere 50% hebben we niet gelijk. Maar dan is het dus de zaak om meer te verdienen als je wel gelijk hebt, dan dat je zou verliezen als dingen de verkeerde kant op gaan. Dus het is nog een minuut of vijf. Gaat de markt open. Uurtje knallen. En dan hopelijk weglopen met wat winst. Ja, tradingdag of trading sessie zit er zo goed als op. Helaas geen winstgevende sessie. We zijn het kleine account aan het groeien. Waarschijnlijk hebben jullie dat al meegekregen op mijn YouTube channel. Dat account staat nu om en bij op $3000. We zijn met $1000 begonnen. We zijn nu ongeveer op 3000. Helaas gaat daar vandaag zo'n $100 van af. Want we hebben twee keer AMD getraden, twee keer voor een los. En Nvidia getraden, één keer voor een win. Ik kreeg het niet voor elkaar om groen te eindigen. Dat hoort erbij. Dus helaas sluiten we hem rood af. Maar ja, dat hoort bij traden, helaas. Over 10 minuten hebben we een meeting voor het project waar ik mee bezig ben. Dus ik moet even op Zoom springen en tegelijkertijd maar even eten. Oké, nu zijn we eventjes in het restaurant gewoon van het hotel, even wat eten. Ik heb zo een call, nog een meeting. We zijn naast het traden en naast zeg maar, de educatiebusiness die we doen, hebben we nog best wel veel andere dingen lopen. Een van de dingen waar we mee bezig zijn is bijvoorbeeld ook de copy trading. Dus dat betekent eigenlijk dat in de toekomst het zo kan zijn dat jullie eigenlijk onze trades kunnen overnemen en dus op die manier met ons kunnen beleggen / mid-lange termijn trades. Dus dat is een project waar we mee bezig zijn, vereist veel aandacht. Zoals ik al zei, eigenlijk begint mijn werkdag nu tussen een paar uur geleden en dus nu nog steeds bezig. Even eten, meeting en door. Oké, de dag zit er eigenlijk bijna op, dus we hebben de meetings gehad, we hebben lekker gegeten. Dus het zit er eigenlijk op. Dus als we kijken, wat hebben we vandaag nou eigenlijk allemaal gedaan? We hebben het appartement bekeken, gelijk ook geregeld, wat vrienden gezien. Getraind uiteraard, helaas. Het tweede, ik wilde uiteraard groen eindigen voor deze video. Alleen, ja, je kan niet afdwingen van de markt dat je groen moet eindigen. Dus ja, ik was vandaag rood, maar dat hoort er ook bij. En kunnen jullie ook gewoon zien dat het niet altijd, het is niet altijd winnen. En daar moet je mee om leren gaan. Ik laat mijn emoties daar niet door beïnvloeden. Weet je, het is een rode, we eindigen rood. Het is wat het is en move van. Dus de rest productieve avond. Lekker gegeten. Het is nu 11 uur. Ik ga nog heel eventjes met de vrouw nog eventjes een rondje lopen hier zo. En dan sluiten we af. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hadden en dat je het leuk vonden. Sowieso even abonneren, liken. En als we vaker dit soort video's moeten doen, laat het even weten.